Hoi, leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Vandaag is de eerste vlog dat ik voor het eerst een product ga testen. En het allereerste product wat ik wil gaan testen is de whitening tandpasta. En de whitening tandpasta die ga ik vandaag in het filmpje een half uur testen. Want ik heb al eerder een foto gepost van een behandeling die in een half uur dat resultaat had bereikt. Nou ga ik aan het einde van het filmpje een before en after foto laten zien dat je precies kan zien wat de tandpasta bij mij in een half uur tijd heeft gedaan. Ik heb best wel gele tanden, ook al lijkt het misschien niet zo heel erg zo in het filmpje. Maar ik ben een roker, dus mijn tanden worden geel. Ik ben gek op thee, dus het ligt er heel erg aan wat je ook allemaal eet. En dat wil ook betekenen hoe lang zal je tanden wit blijven op het moment dat je deze tandpasta hebt gebruikt. Het ligt er dus heel erg aan wat je gaat eten en wat je drinkt. En of je dus rookt, ja of nee. Daar gaan we nu niet zo heel erg diep op in, want dat resultaat kan ik jullie dus niet nu gelijk vertellen. Ik kan jullie dus wel laten zien wat het na een half uur met mijn tanden heeft gedaan. En daarvoor ga ik de tanden poetsen vandaag. Ik doe dat met mijn elektrische tandenborstel. Je kan het ook met een gewone tandenborstel doen, alleen heb je dan dat je iets minder slagen maakt op je tanden. Dus het zou dan misschien een iets minder effect kunnen geven. Het is beter om het met een elektrische tandenborstel te doen, dus daarom doe ik het ook met mijn elektrische tandenborstel. Het beste is ook om niet te veel water te gebruiken. Dus ga niet eerst je tandenborstel afspoelen onder het water en daarna de tandpasta aanbrengen. Maar ga gelijk op een droge tandenborstel je tandpasta doen en dan daarmee je tanden poetsen. Wat ik dus vandaag een half uur lang ga doen. Geen zorgen, het gaat niet een half uur lang duren voordat je eindelijk weet wat het einde van het filmpje doet. Ik ga het namelijk iets verkorten. En dan ben ik benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Dus ik ga nu beginnen met mijn tanden poetsen. Daarvoor ga ik eerst heel even mijn lippenstift eraf halen, want dat vind ik niet zo heel erg fijn in combinatie met mijn tanden poetsen. Maar dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, daar ben ik weer. De lippenstift is er inmiddels af. Dat vind ik zelf dus wat fijner. Ik heb al wat tandpasta op mijn tandenborstel gedaan. Wat ik zelf altijd wel fijn vind is om eerst heel eventjes met de tandenborstel en tandpasta een beetje te verdelen over de tanden voordat ik mijn tandenborstel aandoe. Want anders dan roteert het allemaal heel snel en ben ik mijn bolletje gelijk altijd kwijt. En dit is dus voldoende om aan te brengen om je tanden mee te gaan poetsen. Doe niet te veel, want het is niet dat het dan veel beter werkt. Dit is dus voldoende, een ertje. Nou, zoals ik vertelde, ik ga gelijk beginnen, want ik ben super benieuwd naar het eindresultaat. En dan ga ik een half uur poetsen. Ik ga de tijd een beetje in de gaten houden en dan gaan we het eindresultaat zien. Dus ik ga het eerst een beetje verdelen. En dan... Hoi, daar ben ik weer na een half uur lang tanden poetsen. En ik kan je vertellen dat een half uur echt heel erg lang is. En ik ben wel tevreden over het eindresultaat. Het is wel minder geworden. Het is niet helemaal zoals dat ik had gehoopt. Maar je kan natuurlijk ook niet van een tandpasta verwachten dat hij in een half uur tijd hetzelfde resultaat geeft als een professionele tandbleekbehandeling. Maar ondanks alles ben ik er wel heel erg blij mee. En ga ik de tandpasta ook blijven gebruiken. Gewoon net zoals wat ik normaal doe met mijn normale tandpasta. 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. En misschien zelfs ook wel eens af en toe 's middags. En dan ga ik over een tijdje dan het resultaat ook met jullie delen. Wat het dan heeft gedaan. En of het mijn tanden nog veel witter heeft gemaakt. Ik plaats aan het einde van deze film zie je dan ook een foto van mijn before en after. En ik vind dat je het echt wel heel erg goed kan zien, het resultaat. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ben jij er nou net zo blij mee en zou jij het zelf ook willen proberen? Stuur me dan een privéberichtje en dan kunnen we eens gaan kijken of je het gaat bestellen, ja of nee. Heel graag tot de volgende vlog. Ik ga dan weer een nieuw product testen. En zoals jullie weten zal dat dan de lipbalsem zijn waar ik benieuwd naar ben. Of die mijn lippen ook mooi wat voller gaat maken. Dus graag tot dan. Doeg!